Mijn naam is Maria Trajkovic en ik ben een internist-oncoloog. En dat wil zeggen dat ik mensen die kanker hebben hier in dit ziekenhuis begeleid en behandel. Daar hebben we een heel team van professionals naast ons. Omdat dit een van de zwaarste perioden is waar veel mensen mee te maken krijgen. Wij doen dat samen met onder andere maatschappelijk werker. We doen het samen met de geestelijk verzorger. We doen het samen met de diëtisten. We doen het samen met een medisch psycholoog. Want het is heel belangrijk om niet alleen naar de cijfertjes te kijken. Om niet alleen naar de scans te kijken. Maar ook naar de hele mens. En hoe iemand hier door die traject heen gaat. Het is heel logisch dat het af en toe moeilijk is. Hè? Vaak in de spreekkamer gaat het nog wel, maar we weten allemaal als je helemaal thuis bent, dan komen de moeilijke dingen. En ik vind het belangrijk om in dit traject zoveel mogelijk ondersteuning te geven, naast natuurlijk de behandeling om de ziekte tegen te gaan. Ja. Waar je aan kan denken is bijvoorbeeld mensen met kleine kinderen. Hoe leg je het uit? Wat betekent de behandeling? Chemotherapie, wat houdt het in? En wat gebeurt er met mama en papa op dat moment? En het is heel belangrijk om eigenlijk het hele gezin en de naaste in dit proces mee te nemen. Dus daar kunnen we ondersteuning bij bieden. Aan de andere kant heb je een hoop praktische zaken. Financieel, is thuis wel alles op orde en zijn er genoeg dingen daar aanwezig die nodig zijn in dit traject? Ja, en daar kan onze maatschappelijke werker weer een belangrijke rol in spelen. En zo kunnen wij tezamen ervoor zorgen dat dit traject, wat toch een intensief traject is, om dat samen zo goed mogelijk te doorlopen. Ja.